Hoi, en wat ontzettend leuk dat je kijkt naar mijn ochtendroutine voor school. Ja, de scholen zijn weer begonnen en ik ben echt geen ochtendpersoon, maar toch laat ik jullie vandaag mijn ochtendroutine zien. Dus ben je benieuwd? Blijf dan zeker kijken en dan wens ik je heel erg veel kijkplezier. Uiteraard begint mijn ochtend wanneer mijn wekker afgaat en ik heb een zo vrolijk mogelijk deuntje proberen te zoeken op mijn iPhone hiervoor. Zodat ik niet met een heel erg irritant alarm of zo wakker word. En dan klik ik natuurlijk mijn wekker uit en daarna ga ik nog eventjes op mijn telefoon social media checken. Of reacties op mijn YouTube-video's. Een beetje vanzelfsprekend allemaal. En ik dacht ineens, hey, laat ik checken hoeveel abonnees ik op YouTube heb. En toen zag ik dit. Alweer de 14.700. Echt super bedankt daarvoor allemaal. En als je nog niet geabonneerd bent, zou ik het super tof vinden als je dat wel doet. Maar goed, tijd om mijn bed uit te klimmen en naar de badkamer te gaan. Want ik vind het wel zo lekker en zo fris om met een douche wakker te worden. Ik zal eventjes korte producten laten zien die ik deze keer heb gebruikt onder de douche. Voor mijn haar shampoo en conditioner. Voor mijn lichaam scrub en een doucheolie. En voor mijn gezicht gebruikte ik nog een face wash. Vervolgens loop ik met een handdoek op mijn hoofd en een handdoek om mijn lichaam weer naar mijn kamer. Dan kleed ik me weer eventjes aan. En dan ga ik aan mijn bureau zitten zodat ik mijn haren uit kan kammen en er een verzorgende olie in kan doen. Ik pak mijn laptop erbij en zet Netflix of YouTube aan terwijl ik mijn make-up doe. En ik zal niet alles laten zien, maar wel een aantal onmisbare items. Ik begin hier met een dagcreme, zodat mijn huid goed gehydrateerd is de hele dag. En vervolgens pak ik er een primer bij, want schooldagen duren heel erg lang. En de make-up moet natuurlijk wel zo goed mogelijk op zijn plek blijven zitten. Concealer vind ik ook echt onmisbaar. Ik breng het aan op mijn donkere kringen, want tijdens school heb ik echt chronisch slaaptekort. En ik breng het ook aan op een paar kleine onzuiverheden, zodat deze iets minder opvallen. Voor zo'n natuurlijk mogelijk effect blend ik alles uit met een vochtige beauty blender. Ik teken mijn wenkbrauwen in. En voordat ik mascara aanbreng, maak ik mijn wimperkruller warm met een föhn. Pas hier wel mee op, maar dit zorgt echt voor een nog mooiere en langer houdende krul in je wimpers. Dus het is een tip van mij. Ik vind het zelf echt een heel mooi effect geven. En hierna breng ik een waterproof mascara aan, zodat alles de hele dag goed op zijn plek blijft zitten. Nou, dat waren dan mijn onmisbare make-up producten. Je moet natuurlijk lekker doen wat je allemaal zelf wil. Ik heb hiernaast ook nog een aantal producten gebruikt. En dit is dan de uiteindelijke make-up look die ik meestal draag naar school. Laat me weten of jullie een updated daily make-up routine willen zien. Maar hier nog eventjes een overzicht van alle producten die ik heb gebruikt. Een product voor op mijn lippen heb ik altijd in mijn schooltas zwerven. Dus die breng ik meestal onderweg naar school in de bus aan. Op naar de keuken om een ontbijtje klaar te maken. Ik ontbijt letterlijk elke dag met wat anders, maar deze dag nam ik twee witte bolletjes met daarop kipfilet. Daarna is het tijd voor thee in een hele grote beker en op dit moment is deze chai green tea van Clipper favoriet. En daarna schuif ik aan tafel om gezellig met mijn moeder te ontbijten. Vervolgens ga ik naar de badkamer om mijn haar te föhnen. Het is voor het grootste gedeelte al opgedroogd aan de lucht. Maar als ik het föhn, valt het toch wat mooier in model dan ja, als ik er eigenlijk niks mee doe. Dus hier zie je dat ik een hittebescherming aanbreng en dan pak ik de föhn erbij. Ik föhn echt op allerlei manieren. Op zijn kop, vanaf de zijkant. Ja, als het maar een beetje droog wordt en mooi in model valt. Weer een kleine handeling die heel erg veel verschil maakt, vind ik. En nu is het tijd om voor de laatste keer naar mijn slaapkamer te gaan, want we zijn bijna klaar. Ik kam voor de laatste keer mijn haar door. En ik pak er een volume droog shampoo van Batiste bij, mijn grote favoriet. Zoals ik zei, hij zorgt voor volume en een beetje structuur. Ja, dat vind ik de laatste tijd gewoon heel erg leuk staan.
Daarna is het tijd om een outfit uit te kiezen. En hier zie je de outfit waarvoor ik uiteindelijk ben gegaan. Met een spijkerjasje van Stradivarius, een top van Primark, een jeans van Topshop en mijn witte sneakers zijn van Reebok. Tandenpoetsen moet natuurlijk ook gebeuren. Daarna is het tijd om wat eten en een flesje water in mijn rugtas te doen. En dit is dus mijn nieuwe schooltas. Die heb je al kunnen zien in een shoplog van een tijdje geleden. En het was een klus, maar meestal doe ik hier iets langer dan een uurtje over. En dan is het tijd om de deur uit te gaan. Deze dag was het gelukkig lekker weer buiten, dus deze outfit was prima. Heel erg bedankt voor je aandacht, heel erg bedankt voor het kijken. En als je het leuk vond, vergeet dan geen duimpje omhoog te doen of je te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk tot snel. Doei doei!